bij weer een nieuwe boekenvideo. En het leek me wel leuk om deze week een boekenvlog op te nemen, omdat ik deze week wat minder hoef te werken. Dus ik heb wat meer tijd om dingen voor mezelf te doen, om lekker te gaan boekjournalen, om te gaan lezen. En ik ga natuurlijk ook mijn TBR voor maart met jullie bespreken. Dus ik heb helemaal zin in deze boekenvideo. En in de laatste boekenvideo hebben jullie kunnen zien dat ik dit boek aan het lezen was. En ik ben nu nog steeds net zover, want dat was gisteren dat ik dat heb opgenomen. Dus in deze video ga ik natuurlijk ook dit boek uitlezen. Meerdere van jullie hadden gevraagd of ik dit toch nog wel even wilde filmen, omdat jullie benieuwd zijn naar wat ik ervan vind. En ik ga nog een boek, ik denk een romance boek of zo, lezen in deze video. Het is maar net waar ik zin in heb deze week. Ik ga nu denk ik even boekjournalen. Ik weet alleen echt niet wat ik ga maken, maar ik heb gewoon zin om een beetje creatief bezig te zijn. Maar ik heb geen idee of het wat gaat worden. Want ik heb even geen inspiratie meer voor een nieuwe pagina. Omdat ik eigenlijk alles wel een beetje heb gedaan wat ik wilde. Dus ik moet even goed gaan Pinteresten om te kijken wat ik dan ga doen. Misschien ga ik gewoon mijn pagina's waar ik niet helemaal tevreden over ben een beetje een upgrade geven. En ik heb dus zoveel zin in een iced matcha latte. Ik denk dat het nu weer een beetje gaat switchen naar de iced koffies, iced matcha's. Ik heb daar echt helemaal zin in. Dus dat ga ik ook even maken. En dan ga ik gewoon lekker deze middag een beetje creatief bezig zijn. Helemaal zin in. En ik denk dat ik vanavond dan verder ga in dit boek. Dus blijf vooral kijken als je zin hebt in meer boekdingen. En ik ga nu de iced matcha latte maken. Helemaal zin in. Naar deze pagina te kijken en ik denk opeens, dit klopt niet. Januari. Ik was net zo lekker bezig. Ik denk als ik er nu wat anders van ga maken, dat het lelijk wordt. Een pakketje binnengekomen en ik ben echt heel nieuwsgierig, want ik weet eigenlijk niet wat erin zit. Ik weet dat er een boek in zit, maar dat is het dan ook. Ik ben namelijk benaderd door Fleur en zij heeft een mega leuke webshop. Ik zal het allemaal even in beeld laten verschijnen, haar Instagram en haar webshop. Maar zij verkoopt dus boekdates. Dus dat betekent dat je niet weet wat voor boek je krijgt. Je kan wel kiezen in wat voor soort genre je het zou willen. En dan krijg je dus een soort van surprise boek binnen. En ik heb wat foto's gezien hoe ze het normaal doet. En het ziet er echt mega leuk uit. Ik ga het jullie natuurlijk laten zien. Het is dus echt een soort blind book date. Je weet niet wat je krijgt. En ik heb het even nagevraagd. Want stel dat je heel veel boeken hebt thuis. En bang bent dat je iets krijgt wat je al hebt. Je kan sowieso heel veel dingen aanvinken als je het bestelt. Dus je kan aanvinken of je het Nederlandstalig wil of Engelstalig. Je kan het genre bepalen. Je kan ook zeggen, verras me maar qua genre, maakt me niet uit. Je kan andere voorkeuren aangeven. Je kan ook bijvoorbeeld auteurs die je liever niet wilt aangeven. Je kan zelfs je Goodreads toevoegen. En dan kan ze kijken wat je al hebt gelezen. Ze kijkt er allemaal naar. Dus ze kijkt echt per persoon wat bij diegene past. En ik ben dus echt heel benieuwd wat ze voor mij heeft uitgekozen. Ik heb niet echt een genre doorgegeven. Ik zei dat eigenlijk alles wel gewoon prima was. Laten we het maar gewoon gaan openen. Zoals je ziet, ik heb nog niet gekeken. Het zit dus in een heel schattig folietje. En dit vind ik dus echt heel leuk. Je krijgt dus echt een pakketje met van alles en nog wat. Dat heb je altijd als je het bestelt. Je krijgt er altijd wat lekkers bij. En het is gewoon een soort van boek self-care pakketje. Het ziet er dus zo uit. Een pakketje vol. Er zitten twee boekenleggertjes bij. Even uitpakken, want ze zitten nog in een folietje.
Dit is toch te schattig. Heel leuk. Deze vind ik dus ook echt heel leuk. Zoals ik in de vorige video al zei, nooit genoeg boekenleggers. Het is altijd leuk om er meer te hebben. Dan zitten er meerdere lekkere dingetjes bij. Oh, ik ben dol op KitKat. Die ga ik zo eten. Love it. Maar gewoon snoepjes en een KitKat en iets om warm chocolademelk mee te maken. Er zitten ook twee theesmaakjes bij. Nou, ik ben dol op thee. En een leuke scrunchie. Hoe schattig is dit? En laten we het even over dit hebben, want hoe leuk ziet het eruit. Dit is toch leuk. En er zitten dus ook stickertjes in. Kijk nou. Enemies to lovers. Ik zie nu pas dat ze er dingen op heeft geschreven en dat zijn hints. Dus ik denk dat dit fantasy gaat zijn, want er staat op Vampires were wolves, found family, arranged marriage. Ik ga hem nu openmaken. Ik ben heel benieuwd. Jullie mogen hem wel eerst zien. Ik weet niet of ik hem goed heb. Ik heb het inderdaad voorbij zien komen. Oh, wat leuk dat ik dit boek heb gekregen. Mega leuk. Ik heb dus nog nooit wat gelezen van deze auteur. En dit is natuurlijk bekend van heel veel boeken. En volgens mij is dit toch het eerste fantasyboek die deze auteur heeft geschreven. In ieder geval, volgens mij is het normaal gesproken romance. Dit vind ik echt mega leuk. Ik zie dit heel veel voorbij komen op YouTube. Bij Haley heb ik het volgens mij gezien. En bij Sarah Crowley. Dus het stond nog niet op mijn want to read, maar eigenlijk wel. Ik hoor sowieso heel veel goede dingen over deze auteur. Ik vind bij fantasy het altijd heel erg belangrijk dat er wel romantiek in zit. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik heb gehoord dat deze auteur echt heel makkelijk schrijft. Volgens mij is het boek ook echt nog maar net uit. Ik wil Fleur heel erg bedanken voor dit boek. Check echt even haar webshop, het is echt mega leuk. En het is ook leuk om te geven als cadeau bijvoorbeeld aan een vriendin of zo. Het is al gelijk helemaal een leuk pakket namelijk. Ik ga nu lekker op boekdate met mezelf. Dus ik ga naar de stad toe. Ik ga even ergens een matchaatje drinken. En ik neem het boek Rebecca mee. En ik neem natuurlijk jullie weer mee op boekdate. Dus ik ga nu mijn spullen pakken. Het is weer tijd om mijn TBR met jullie te bespreken. En dit keer voor maart. En een paar van jullie hadden gereageerd of ik het weer een keer wilde doen met blimme boeken kiezen. Of met een prompt jar. En dat lijkt me ook heel erg leuk om te doen. Alleen ik ben natuurlijk nu zo erg met een doel de boeken aan het lezen. Om het allemaal te lezen wat ik heb. Dat ik niet, denk ik, genoeg keus daarvoor heb. En ik weet heel goed ook wat ik allemaal heb. Waardoor blimme boeken kiezen misschien ook weer wat minder leuk is. Ik dacht, ik kies het voor nu gewoon nog allemaal even zelf. Ik ben er bijna. Ik heb geen idee hoeveel boeken ik nog moet. Maar voor mijn gevoel ben ik al een stuk verder. Ik kan misschien even kijken. Want ik heb dus sinds kort op Goodreads toegevoegd wat ik fysiek heb qua TBR boeken. Het zijn nog 17 boeken, dat is eigenlijk best wel veel. Ik dacht dat het er minder waren, maar ik heb natuurlijk allemaal boeken weer gekocht in Schotland. Maar goed, ik heb voor nu gewoon even een eigen TBR gecreëerd. Het zijn in totaal maar 5 boeken hoor, dus het valt wel mee. Ik ga beginnen met dit boek, The Chandler Legacies. En dit boek heb ik al best wel lang, echt denk ik al bijna een jaar, misschien wel langer, heb ik deze gekocht random op Amazon. Ik vond het er gewoon leuk uitzien. En het gaat eigenlijk over 5 tieners op een elite boarding school. Die een schrijversgroepje hebben daar. En daar elkaar leren kennen. En er staat gewoon dat er vriendschappen worden geboren daar. Maar ook heel veel geheimen worden onthuld. Dus ik denk dat het gewoon een beetje over iedereens leven gaat. En dat is eigenlijk het enige wat ik kan opmaken uit de beschrijving. Ik vond de cover er dus echt heel leuk uitzien. En ik vind het ook wel heel erg leuk om af en toe een boek te kopen die niet super populair is. Ik heb geen idee hoeveel beoordelingen deze heeft op Goodreads. Ik ga het ook niet opzoeken, want als ik dan zie dat het slechte beoordelingen heeft, dan wil ik het gelijk niet meer lezen. Ik was eigenlijk een beetje vergeten dat deze in de kast lag. Maar ik heb nu ik weer het heb gezien en heb gelezen waar het over gaat, ik heb gewoon heel erg veel zin om deze te gaan lezen. Dus ik denk dat deze best wel snel
gelezen gaat worden. Dan een thriller. Tegenwoordig zit er elke maand wel een thriller bij. En dat is The Housemaid's Secret. Tweede deel van The Housemaid. Die heb ik al gelezen en die vond ik heel erg goed en heel fijn lezen. En daarom ben ik gewoon heel erg benieuwd naar deel 2. En volgens mij is het geen vervolg op het eerste boek, maar gewoon weer een nieuw verhaal over een housemaid. Haar geheimen en binnen dat huis de geheimen. Ik heb het gevoel dat daar iets is wat ze graag wilt. Geen idee wat. Alleen ze ziet nooit die vrouw van het gezin. En ze hoort haar 's avonds huilen. Dus op een dag gaat ze toch kijken in die kamer waar ze is. En dan gaat alles veranderen. Dus het klinkt spannend. Dan een boek die jullie eerder in deze video hebben gezien. En dat is Bright. Ik ben namelijk heel benieuwd naar dit boek. En ik heb even opgezocht waar het over gaat. Het gaat over Misery. En zij is een vampier. En heeft een rustig leefje totdat haar vader haar wilt inzetten. Als troef voor een wapenstilstand met de weerwolven. En haar rol daarin is dat ze dus moet trouwen met een weerwolf. Genaamd Low. Geen idee hoe je het uitspreekt, maar daar gaat dus het verhaal over. En er zit dus ook romantiek in. Het is romantische fantasy. Ik heb heel veel zin om dit boek te gaan lezen en ik ben heel nieuwsgierig hiernaar. Dan een boek die weer niet zo populair is. En dat is The Mysterious Case of Elperton Angels. Ik had hier nog nooit van gehoord. Ik heb hem in Schotland gekocht en puur omdat ik hem zag liggen en het sprak me aan. Het gaat namelijk over een secte waar ze onderzoek naar gaan doen. En ze komen dan achter allemaal geheimen en dingen die ze nooit hadden verwacht. Het is wel een fictief verhaal trouwens. Het gaat volgens mij niet over een echte secte. In ieder geval niet dat ik weet. Maar het gaat dus over een secte en ze gaan volgens mij een baby offeren of zo in die secte. Heel erg freaky. Maar in het boek gaan ze dus onderzoek doen naar die secte. En er komen dan allemaal dingen naar boven die bizar gaan zijn. Ik vind sectes altijd al interessant. Ik kijk ook altijd documentaires daarover en zo. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat is als ik een boek lees. Ik heb nog nooit eigenlijk een boek gelezen over sectes. Dus ik ben hier ook weer heel benieuwd naar. Dan het laatste boek is How to Make Friends in the Dark. En ik ben wel een beetje bang voor dit boek, omdat het sowieso drama gaat zijn. Maar ik heb You Be Home nou gelezen van deze auteur en die vond ik heel goed. Ondanks dat het echt een zielig verhaal was, vond ik het wel echt een heel goed verhaal. Het was ook goed geschreven, maar het ligt er echt aan. Ik kan het ook al snel te zwaar vinden namelijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit boek is. Het verhaal gaat namelijk over Tiger en zij heeft een hele goede band met haar moeder, maar haar moeder overlijdt. En ja, zij blijft dan alleen over en moet daarmee leren omgaan en eigenlijk de enige informatie die op de achterkant staat. Het is best wel een dik boek, dus ik ben heel benieuwd hiernaar. Maar ik hoop dat het niet te zwaar gaat zijn. Het is wel echt een bekend boek. Ik heb het heel vaak voorbij zien komen en ook wel veel goede dingen over gehoord. Dus we gaan zien wat ik ervan ga vinden. Ik ben heel benieuwd. Dus dit zijn de boeken die ik in maart allemaal ga lezen. Ik ben heel benieuwd hoe ver ik ga komen. En zoals altijd, als ik toch meer boeken wil lezen, dan kan het altijd. En dan kijk ik op dat moment gewoon waar ik zin in heb. En meestal hou ik me wel aan mijn TBR. Maar als ik echt in een boek geen zin heb, dan kan het ook zijn dat ik hem switch met een ander boek. Maar ik lees eigenlijk elk boek in video's. Dus over elk boek laat ik altijd mijn mening weten. Ik dacht misschien is het wel leuk om te gokken welk boek ik denk dat ik het leukst ga vinden en het minst leuk ga vinden. Ik heb echt best wel vaak dat ik hele hoge verwachtingen heb van een boek en het helemaal niks vind. En soms juist dat ik een boek verwacht dat ik het mooi ga vinden en het juist weer fantastisch vind. Dus ik denk dat ik van deze boeken het leukst ga vinden Bright. Ik weet niet waarom. Ik heb het gevoel dat dat echt een boek is voor mij. En ik denk dat ik het minst leuk ga vinden. Misschien wel The Mysterious Case of the Elperton Angels. Puur omdat het of heel leuk gaat zijn of gaat tegenvallen, denk ik. Het is namelijk heel erg geschreven vanuit e-mails naar elkaar toe. Dus mensen die contact met elkaar hebben over die secte en over wat ze hebben gevonden. Dus ik denk dat het of juist heel fijn wegleest of dat ik het misschien, ja, gewoon niet fijn gaan vinden. Ik ga het allemaal laten weten. Jullie zien het allemaal in de komende video's. Ik moet eerst nog mijn TBR van februari af gaan ronden. Want ik moet nog 3 boeken. Dus dat is nog best veel. Dus ik ben benieuwd of ik dat überhaupt ga halen. Want ik heb deze maand niet zoveel gelezen. Ik had er gewoon iets minder zin in deze maand. Soms heb je dat. In januari had ik juist weer heel veel gelezen. Februari gewoon wat minder. We gaan zien wat maart gaat brengen. En ik heb nu wel zin om te lezen. Ewout is heel de avond weg. Dus ik ga nu lekker een theetje zetten en lezen en genieten van deze avond alleen. En zoals altijd, laat even weten of jullie een van deze boeken al hebben gelezen en wat jullie ervan vonden. Ik ben heel benieuwd.
vandaag echt een soort chille, comfy dag. Vandaar mijn outfit. Maar opeens had ik een idee. Want Ewout en ik hebben meerdere dingen in huis die we graag anders zouden willen. Alleen we wachten heel de tijd met dingen kopen. Omdat we niet zomaar dingen willen kopen en er goed over na willen denken. Dat geldt voor de tafel, de eettafel, maar ook voor de salontafeltjes. En ook voor dit hoekje hier. Dit hebben we nu even tijdelijk een soort van omdat we hier wat wilden opvullen. Maar ja, dit is niet per se wat we willen. Ik ben een beetje moe van de indeling op dit moment. Dus ik dacht, misschien kan ik een kleine aanpassing doen met wat we hebben. En toen dacht ik, misschien is het leuk om hier stapeltjes met boeken te maken. En daar misschien iets leuks op te zetten. Ik weet het ook niet. Het is een heel random idee eigenlijk. Ik ga het dus nu even proberen. Misschien is het helemaal niet leuk, maar dan verander ik het gewoon weer naar hoe het was. Ik weet niet zo goed of ik dit leuk vind. Ik denk het eigenlijk niet. Sowieso heb ik niet genoeg boeken om echt mooie hoge stapels te maken en vier rijen te maken. Want dat was eigenlijk het idee, vier rijen. Ik weet het gewoon niet. Ik denk niet dat het leuk is. Maar ik heb gewoon geen zin om het weer te gaan veranderen. Dus ik laat het voor nu even zo. Het is even een zooi hier. En ik kijk even wat Ewout ervan vindt. Ik denk dat hij het ook niet leuk vindt. Maar het was even een leuke uitprobeersel. Ik ga nu verder met lezen. Net al zei, heb ik lekker een comfy outfit aangedaan. Ik ben best wel dagen vrij geweest en morgen begin ik eigenlijk pas met werken. Dus dit is mijn laatste dag dat ik kan chillen en dat ik kan doen wat ik wil. Dus ik heb besloten dat dit een leesdagje gaat zijn. En ik dacht, ik laat jullie even weten wat ik van Rebecca vind. Want ik heb hem dus gisteravond uitgelezen. En dit boek was echt anders dan wat ik had verwacht. Ik dacht eigenlijk dat er onrealistische dingen in voor zouden komen. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat dacht. Maar dat is niet. Het voelt echt een beetje aan als een thriller. Je hebt gewoon echt heel veel vragen als je dit boek aan het lezen bent. En daardoor wil je ook wel echt verder lezen. Het is niet super snel geschreven of zo. Maar het is niet per se erg. Ik moest heel erg wennen aan de schrijfstijl in het begin. Ik dacht eerst van, is dit wel wat voor mij? I don't know. Maar na een tijdje raak je er een beetje gewend aan. En het is wel gewoon makkelijk geschreven. Het grappige is dat ik dacht dat het over Rebecca ging. Dus dat de ik-vorm Rebecca zou zijn. Maar Rebecca is dus de vrouw van die man. Dus de ik-vorm in het boek leert iemand kennen. Daar gaat ze mee trouwen. En zijn vorige vrouw is overleden. En dat is dus Rebecca. Ik dacht dat de ik-vorm Rebecca was. Maar je komt er dus niet achter hoe de ik-vorm heet. In ieder geval, of ik heb iets gemist. Volgens mij krijg je dat niet te weten. Ik vond trouwens de ik-vorm wel heel erg leuk. Ik voelde wel een band met haar, omdat ze zo lief was. En ze is eigenlijk gewoon in een nare situatie terechtgekomen. En aan het einde zat ook echt iets wat ik niet aan zag komen. Dus dat vond ik echt een leuke toevoeging aan het verhaal. Ik ga het boek 4 sterren geven. Ik vind het zeker een aanrader als je houdt van mysterieuze psychologische boeken. Dan is dit echt een boek voor jou. Dan gaan we door naar een nieuw boek. En dat is Flawless. Een heel populair TikTok boek. En ik ben dus heel benieuwd wat ik van dit boek ga vinden. Ik heb zin om dit boek te lezen omdat ik denk dat het lekker makkelijk is geschreven. En de verhaallijn ook niet heel ingewikkeld gaat zijn. En daar heb ik gewoon heel erg zin in op dit moment. En romantiek natuurlijk. Daar heb ik helemaal zin in. Ik hoor er super veel goede dingen over. Ik ben heel benieuwd, want ik hoop niet dat het een soort van Twisted 2.0 is of zo. Er gaan natuurlijk sowieso spicy scènes in het boek zitten. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat is in combinatie met het verhaal. Bij Twisted kan ik het soms een beetje te veel spicy scènes vinden. Waardoor het verhaal ja eigenlijk nergens meer op slaat. Twisted series was nog hartstikke leuk. Alleen ik hoop dat dat met het boek iets minder heftig is. En ik vind deze boekenlegger echt helemaal cute hierbij. Dus die ga ik gebruiken. Ik heb volgens mij in de vorige video al verteld waar het boek over gaat. Maar als je die video niet hebt gezien. Het gaat over een professionele stierenrijder. Toen zei ik ook al dat ik dat een beetje apart vond klinken. Maar goed. En blijkbaar heeft hij ervoor gezorgd dat zijn reputatie een beetje in de soep is gelopen. En dan wil zijn manager dus zijn reputatie gaan redden. Omdat hij anders al zijn sponsoren kwijt gaat raken. En dan zet hij dus zijn dochter in om een soort van op hem te gaan passen.
totdat de grootste wedstrijd over 2 maanden voorbij is. En de rust een beetje weder is gekeerd. Dus die dochter gaat oppassen op hem en waarschijnlijk gaan ze verliefd worden. Ik ben heel benieuwd naar dit verhaal en hoeveel diepgang het boek gaat hebben. Ik ben heel benieuwd naar dit verhaal en naar de romantiek in het boek. Dus ik ga hier lekker aan beginnen. Ik heb een theetje gezet. Ik moet hem snel gaan drinken, anders wordt het te koud trouwens. En dan ga ik gewoon lekker een dagje lezen. Uitgelezen. En om heel eerlijk te zijn, vond ik het een beetje een teleurstelling. Het was niet dat ik het boek stom vond of zo, want de verhaallijn is gewoon leuk. De schrijfstijl is fijn. Het leest heel makkelijk weg door de schrijfstijl. Maar ik had gewoon echt niks met de karakters. Ik vond hem echt niet leuk. Heel het gevoel wat ik bij hem kreeg was gewoon naar. Ik kan het niet uitleggen. En ik vond haar wel gewoon leuk, maar het is niet dat ik echt een hele connectie met haar voelde of zo. Dus ik denk dat dat de voornamelijkste reden is dat ik het gewoon een beetje meh vond. Ik heb net even op Goodreads gekeken en echt 90% van mijn vrienden vindt dit boek helemaal fantastisch en heeft hem 4, 5 sterren gegeven. Ik ga het boek 3 sterren geven. Het is natuurlijk gewoon super persoonlijk of je wat voelt bij een boek. En ik voelde dit gewoon niet helemaal. Ik ga trouwens wel boek 2 een kans geven. Want ik vond de schrijfstijl gewoon heel chill. En wie weet heb ik gewoon meer met die karakters in dat boek. Misschien had ik gewoon echt te hoge verwachtingen. Want ik had echt heel erg veel zin om dit boek te gaan lezen. Dus wie weet is dat het. Maar zoals ik al zei, bijna al mijn vrienden en ook mensen in mijn omgeving die ik echt ken, vinden dit boek helemaal leuk. Dus als je houdt van romantiek, dan zou ik dit gewoon een kans geven. Het is niet voor niks dat zoveel mensen het leuk vinden. Ik heb ook wel het idee dat ik steeds kritischer word als het gaat om romance boeken. Omdat het allemaal best wel erg op elkaar lijkt. En dat is niet erg. Maar ja, soms kan het dan ook je tegen gaan staan of zo. Dus daardoor vind ik het heel belangrijk wat voor gevoel ik bij een boek krijg. Want je weet gewoon bij romantische boeken vaak heeft het een goed einde. Worden ze verliefd op elkaar in het boek? Of worden de mensen die elkaar eerst haten toch lovers? Dat weet je gewoon. Dus het gaat bij mij vaak meer om het gevoel wat ik krijg bij het boek. En dat gevoel had ik gewoon niet bij dit boek. Dan was dit alweer de boekenvlog. Ik vind het echt jammer dat ik niet leuk kan boekshoppen of zo in mijn boekenvlogs. Maar dat gaat binnenkort gewoon weer gebeuren. Laat vooral weten wat jullie nog meer zouden willen zien in de boekenvlogs. Of wat voor boeken jullie willen dat ik ga lezen en laten zien op YouTube. Dat vind ik altijd heel leuk om te lezen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En als je nog niet geabonneerd bent, zou ik het heel erg leuk vinden als je abonneert. En dan zie ik jullie heel snel weer in de volgende video. Hoop ik. Doei.